in de etalage bij de opticien. Ja, leuk hè? Zo kan het natuurlijk ook. Gewoon wat poppen aan de tafeltjes. Nou ja, gewoon. Het is natuurlijk niet gewoon. Ik vind het ook wel iets triests hebben. Maar dat is met alles hè, in deze tijd. Ik vind het ook wel weer leuk gevonden. Gewoon maar doen. Nou, ik hoop dat wij gauw weer zelf op dit soort plekken kunnen zitten. Nog nooit eerder gebeurd dat wij hier liepen, in deze passage, zonder dat er iemand anders liep. De lockdown in beeld. En dan wel overal die kerstbomen. Het heeft ook wel iets heel tragisch. In de kerstbal. Een soort lachspiegeleffect. Is this the way to Amaryllis? Nee, dat is een lachspiegel. Zie je dat? Oh, mooi. Wat heb je daar? De Amaryllis. Kijken. Is this the way to Amaryllis? Is this the way to Amarillo? Ja, die traan is wel toepasselijk, hè? Nu, met al die lege winkels. Ah, maar hij is mooi. Mijn Amaryllis verzakt. Hij is leuk, hè? Hartstikke grappig. Uitgestorven. Vlak voor kerst. Hey, Madelief. Hey. Hey, Merel. Hey, Benjamin. Hey, Vincent. Hallo. Hi, Nox. Nox, los. Hi Noxie! Noxie, Noxie! Goed zitten. Goed keurig, zo. Mooi op de film. Hi Govert! En? Hi Vera! Zo, dat is leuk. Eerste kerstdag. Zijn we gewoon even met z'n zessen. Oh, dat is gezellig. En wat zouden we elkaar nu toch graag eventjes een dikke kus geven. Maar dat komt ook wel weer. Het is eigenlijk best wel heel bijzonder, hè? Zo, deze eerste kerstdag. Ja. We moeten hard praten en dan moet je Nox overstemmen. Onze kleine hond. Onze kleine hond, ja. Nou, kleine hond. We hebben de kinderen op bezoek. Alleen niet thuis, maar buiten. Buiten? Dat is Nox. We zeggen klein, maar als hij rechtop staat, komt hij over ons heen. Ja, daarom vertelde ik net ook al, ik ga hem niet uitlaten of zo. Want nee. Ik hou hem niet. Nee. Nee, maar ik vind het wel bijzonder zo eigenlijk. Ja, we zijn toch even bij elkaar, ja. Buiten. Het is wel gek, want normaal gesproken zouden we vanavond met z'n allen aan tafel zitten. Ja. En u moet het in partjes, hè? Ja, in partjes. Vanavond 2 en morgen 2. Ja. En even zo met z'n zessen bij elkaar. En even buiten. Even nou, buiten bij elkaar. Wel, nou, ja. Dat is toch ook bijzonder. Ja. En dan, ik geloof dat dat zelfs niet mag, hè? Nou ja, als je doet alsof je die mensen niet kent, mag het. Ja, we kwamen elkaar toevallig tegen, hè? En ik moet de boa nog zien die dicht bij Nox durft te komen, hoor. Dat is waar. Want je hoeft alleen maar te zeggen Nox, Nox boa. En hij... Oké, nou, straks gaan we lekker eten. Leuk. Ja. We gaan even een rondje doen voor Vera Vlog. Maar dan on wheels. Een kerstrondje. Een kerstrondje. Vera, nieuwjaar, nieuwe volgers. Doe een great. Hey, Merry Christmas! Merry Christmas!
Kon jij goed rolschaatsen? Ik kon heel goed rechtdoor. De bocht was lastig. En kon je dat ook wat onze kinderen doen? Pootje over en zo? Nee. Nee. En kon jij dat dan? Ik kon dat heel goed. Ja, dat weet ik. Maar jij kan ook achtjes op de schaatsen. Ja, ik kon heel goed rolschaatsen. Ik kan op de schaatsen alleen maar rechtdoor. Oh ja. Nee, ik was wel van het kunstrolschaatsen. Jij had eigenlijk Sjoukje Dijkstra Joan Haanappel willen zijn. Dat had ik willen zijn. Dat waren mijn grote idolen. Ja. Echt waar. Nox is braaf, hè? Kijk, lieve kijkers, daarom wil ik deze hond dus niet uitlaten. Niet omdat hij niet lief is, maar ik hou hem gewoon niet. Nox is sterk, hè, Madelief? Hij is heel sterk, ja. Ja, maar wel heel lief. Ja, hij luistert goed, hè? Heel goed. Fijn is dat. Kom hier, goed zo, kom hier. En dan mag hij hem niet pakken, hè? Ach, kijk nou. Wil je vangen? Goed te vangen. Ja. Ga je wel alleen, Merel, of vind je dat eng? Oh, nee hoor, dat kan. Ja. Ja, doe maar voorzichtig. Bots niet tegen haar aan. Vind je het leuk? Ja, tuurlijk. Thank you.